Ooit heeft een meisje op mijn kamer geplast. Club ondersteboven. Slam. Hoi, binnenkort zijn we op dit kanaal terug met een nieuwe reeks van statements. En tot die tijd hebben we wat leuks voor je. Namelijk iedere zaterdagavond om 5 uur het spannendste spel van de Nederlandse radio, het Verhoor. En dat doen we vandaag met Thomas van de Vlucht van StukTV. Mag de studio lichten uit en mag de spot aan. Het Verhoor. Thomas, welkom in het spannendste radiospel van Nederland. Dit is hoe het werkt. Jij hebt 2 enveloppen voor je liggen, dat klopt hè? Ja, dat klopt. Ik zie 2 witte enveloppen voor juist, me. Eentje, daar zit een waargebeurd verhaal in, op een pampiertje. En in de andere, daar zit een onzinverhaal in, verzonnen door onze productie Ruben. Wij weten dus allemaal niet wat het is. Zo direct mag je 1 envelop open gaan maken. Dan ga je voorlezen welke zin daarin zit. En op dat moment begint het verhoor. Dan mogen Bram en ik jou 60 seconden lang verhoren. We gaan dus vragen op je afvuren en jij vertelt hoe dan ook alsof het waar gebeurd is. Dus pak je eigen verhaal, vertel je gewoon dat verhaal. Pak je het onzinverhaal, wordt het keiharde bluff. Uiteraard. En aan het einde van de rit is het de vraag aan jou als luisteraar of kijker. Is het waar of niet waar? Spannend. Ja, eigenlijk best wel simpel. De spanning stijgt. Voel je het? Ja, ik voel het. Heerlijk. Ik zou zeggen, zoek een envelop uit. Welke zullen we doen? 1 of 2? Ik kies voor 2. 2? Wordt het 2? Maak hem open. Ook de hele tijd zo blijven praten. Oké. Niet zo bang. Komt het verhaal, jongens? Zijn jullie klaar voor? Ooit heeft een meisje op mijn kamer geplast. Het verhoor. Wanneer was dit? Dit was, denk ik, 2,5 jaar geleden. Wie heeft het opgeruimd? Ik. Hoe zag het meisje eruit? Blond haar. Dat was wel een knap meisje. Dat was wel een knap meisje. En waarom kwam ze op het fantastische idee om in jouw kamer te plassen? Ze was aan het slaapwandelen. Oh. En ik dacht dus dat er lekkage kwam. En toen hoorde ik opeens plassen. En toen dacht ik, wat ben jij aan het doen? Heb je nog contact gehad na de daad, zeg maar? Ja. Heeft ze dat toen nog een keer gedaan? Nee. Hoe reageerden anderen op dit verhaal? Ja, best wel bizar. Dat dit zomaar gebeurt. Ik vind het, ik weet het niet, Tom. Was het geen plasseks? Nee, het was geen plasseks. Maar je staat er wel voor open. Nee. Goed. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Nou moet ik wel zeggen, jij bent in voor gekke dingen. Het is niet dat je zegt, Bram, oh, Thomas, heb ik ook meegemaakt. Dat is, nee, niet direct. Maar ik sluit het niet uit. Vanavond even testen met Didi. Ja, ja hoor. Nee. Goed, het verhoor is om. Ooit heeft een meisje op mijn kamer geplast. Was het verhaal van Thomas. We gaan even naar de telefoon. Hallo, Luca. Hoi. Luca, jij hebt het allemaal eventjes aangehoord. Wat denk jij? Ja. Ja, het klinkt gewoon als een heel geloofwaardig verhaal. En ik vind ook wel dat het iets is wat bij Thomas past. Zit je nou lekker te WhatsApp ondertussen? Het is een beetje zo'n fietspeuk volgens mij, die ze fratsen uithaalt. Dus naar mijn idee is het waar. Thomas, wil je wat zeggen tegen Luca? Nou, Luca, ik vind het een zeer bijzondere mening. Maar haal jij geen vieze fratsen uit? Nee, ik ben een hele nette jongen. Ja? Christelijk opgevoed uit Nieuwegein. Ik zou dit soort dingen nooit doen. Oké. Okay. Nou, Luca, dan weet je dat ook weer. Maar alsnog denk jij, dit is de waarheid. Ja, dat weet ik zeker. Met Thomas, nou, met zijn okay. Vieze fratsen. Okay. Dan gaan we even naar de andere kant. Jens, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hallo, heb jij wel eens ervaring gehad met dit soort incidenten? Zeker niet. Oh, maar nodig dit uit? Nou, nee hoor. Nee? Oké, nou, even dubbelcheck. Maar heb je nog nooit een natte droom gehad? Ja, dat wel. Oh. Dat is een heel eerlijk antwoord. Ja, dat is toch wel mooi. Okay. Vieze fratsen. Maar Jens, vertel. Ja. Wat denk jij? Ja, ik denk dat het niet waar is. En het is eigenlijk gewoon een gok. Oh, een gokje. Een gok. Ja. Oké, okay, dus we hebben Luca voor waar en we hebben Jens voor niet waar. Het verhaal van Thomas met ooit dus een meisje op zijn kamer wat heeft zitten plassen. Zullen we het gaan vragen, jongens? We gaan het gewoon vragen. Thomas, is dit verhaal waar of niet waar? Maar willen niet weten of wat jullie ervan vinden? Ja, ik denk dat het waar is. Want ja, ik inderdaad, denk ook dat het waar ik sluit is, me ja. Helemaal aan bij Luca, de vieze frats van Thomas. Dit okay. Is echt wat voor jou. Oké. Okay. Nog een keer? Ja? Ja. Is het waar of niet waar, Thomas? Het is
waar. Yes, natuurlijk is het waar. Luca, je hebt gewonnen. Nice. Nice. Je hebt toch wel mensenkennis, blijkt. Nou ja, gewoon het beeld van Thomas. Hou op. Luca, we gaan snel ophangen, jongen, voordat het uitkomt in een grote ruzie. Je krijgt van ons de club ondersteboven stikkenvel en thanks voor het meedoen. Yo, hebben we. Yo, Jens, jou ook fijne avond. Ja, hetzelfde. Joejoe. Ja, nou, toch nog even uitleggen natuurlijk. Ik vind het zeer bijzonder dat dit een beeld van mij is. Ja. Een plassex schijnt bij jou te horen. Ik had een heel ander beeld van mezelf. Ja. Wat voor beeld hoop je dat mensen van je zien? Een hele lieve, sympathieke, eigenlijk de perfecte schoonzoon. Ja. Die ook wel eens van een klein geintje houdt. Een klein vies geintje. Ja. Maar wat was nou dit verhaal? Dit verhaal? Ja. Nou ja, dat was gewoon een keer een leuke, gezellige avond gehad. En ik word opeens wakker van een soort van lekkagegeluid naast mijn bed. En ik kijk ze op van zo, huh? Waarom zit jij op een stoel naast mijn bed? En waarom hoor ik... Oh, je zit te plassen op een stoel naast mijn bed. Dus ik tegen, wat fuck ben jij aan het doen? Ze gaan naar de wc. En ze, ja, ik ga al... Ik zet die shit opruimen en zo. De volgende dag app ik haar, krijg ik nog een nieuwe stoel van je, hoe zit dat? Zij wist van niks. Ze was echt aan het slaapwandelen geweest. Wow, wat heftig. Ja. En was het een blijvertje? Nee. Nooit weer gezien. Nou ja, leeft alweer een leuk verhaal voor op de radio natuurlijk. Zo is het. Zo. En een stikkervel voor Luca. En wie wil zo dat nou is niet? Dat.